Nou gaan we lekker slapen, hè, Gieltje? Ja, maar Betsy, wat is er? De dokter heeft al naar hem gekeken en alles is in orde. Hij is alleen vreselijk moe en hij moet nog gaan slapen. Gieltje, geef je papi een welterustenkusje. Kom. Ja, kan een van de heren mij nu eindelijk vertellen wat er aan de hand is? Lekker, hè? Weer thuis. Heb je hem nog wat te zeggen? Wat dan? Over wat er gebeurd is. Goed, vertel je het bij morgen maar of overmorgen. Het doet er niet toe. En je mag best wat lezen, hoor, als je niet kan slapen. Wat zal jij geschrokken zijn van die kerel? Ja, zo'n echte rotzak. Ik zag het meteen. Die mami, dat ze je zomaar vergeten was. Ze was me niet vergeten. Ah ja, ze was in ieder geval niet op tijd. Dat kon ze niet helpen, dat weet ik zeker. Goed, goed. Zal ik de video voor je aanzetten? Nee. Wel trust hoor. Vergeten. Dus, agent, als ik het goed begrijp, had het zonder de hulp van Betsy en de conciërge slecht kunnen aflopen. Inderdaad. Maar die man hebt u nog steeds niet. Tja, neemt u me niet kwalijk, meneer Verhulst. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar ja, hij was jonger en sneller dan ik. Maar we zullen onze uiterste best blijven doen om hem te vinden, meneer Verhulst. Door het spoelen van ons. Heel hartelijk bedankt. Bedankt. Oh mijn god, Gieltje. Gieltje, is hij... Ongedeerd. Lichamelijk tenminste. De conciërge en Betsy waren precies op tijd. Oh mijn schatje, mijn... Wacht! Het kind heeft staan verkleumen op het schoolplein. Jij had hem zullen afhalen. Waar was je? De politie eist een verklaring. En ik ook. Moet je dat nu? Ja. Mijn motor wilde niet starten. Ach, en waar gebeurde dat? Ergens langs de weg. Ik was te vroeg en ik heb een blokje omgereden. Zo, zo. Er was iets losgeraakt aan de motor. Zou ik graag van jou willen horen waar precies die motorpech plaats had? Langs de weg, aan de oude zeedijk. Welke zeedijk? Naar Medemblik. Dat is een heel lange dijk. Ik zou het op prijs stellen als je het kon preciseren. Ik geloof dat het daar Oude Kolk heet of zo. Ach. En daar sloeg ineens de motor af? Ik had mijn auto geparkeerd en daarna wilde hij niet meer starten. Ja, ja. De oude zeedijk, hè? Weet je hoe het daar genoemd wordt? Het scharrelbosje. Ik moet aannemen dat het jou bekend was dat dat hoekje zich bij uitstek leent voor activiteiten die men liever niet in het openbaar verricht. En dan zou ik nu graag van je willen weten wie je daar ontmoet hebt. Val dood! Oh, schatje. Oh. Ik heb zo lang gewacht. Ik kwam er niet. Oh, lieverd, ik kon er niks aan doen. Ik was je niet vergeten, hoor. De auto startte niet. Waarom hou je nou? Dat ik het allemaal zo erg vind. Oh, lief, het is me nog nooit overkomen dat ik er niet was. Je hoeft niet te huilen, ik ben niet boos. Je mag nooit iets doen waardoor de jongen in gevaar komt. Nooit. Het lijkt wel of ik op mijn donder krijg. U had een incident nodig, daar heb ik voor gezorgd. Het
De zaakjes, ik moet afrekenen met mijn medewerkers. Nou ja, het is gelukkig goed afgelopen. Maar volgende keer voorzichtiger, hè? Hoe ver? Het was geen gemakkelijke operatie. 5000. Zolang jij er nog bent, ga ik in de logeerkamer slapen. Heel graag. Oh, zou je zo vriendelijk willen zijn om de deur op een kier te laten? Voor het geval Gieltje me nodig heeft. Nergens voor nodig. Hij moet er toch aan wennen dat jij hier binnenkort niet meer woont. Hoe eerder, hoe beter. Goed gegaan, hè? Zijn ze rot geschrokken? Bijna te goed. Wat bedoel je? Ik zal maar zorgen dat je wegkomt. De hele stad zoekt je, inclusief de politie. Maar er is nog niets gebeurd. Dat weten wij. Zij niet. Ja, ja. Hoe zit het met mijn centen? Dat is een tijdje uit de buurt. Ja, als je me nodig hebt, weet je waar je me vinden kan, hè? Mevrouw Donker, mijn naam is Hoogland. U heeft mij laten komen. Is dat juist? Vertelt u maar. Wat kan ik voor u doen? Ik heb het proces-verbaal gelezen. Daarin staat dat u bekend heeft. Klopt dat? Ja. Als u niet zegt, dan... Waarom heeft u me dan laten komen? Mevrouw Donker, u moet me echt vertellen wat er gebeurd is, anders kan ik niets voor u doen. Ik had over u gelezen. Ja? Ja, vertelt u maar. Waarom heeft u het gedaan? Als ik namelijk een reden weet, dan kan ik daar mijn pleidooi omheen bouwen. We hebben hier een hele aardige maatschappelijk werkster. Misschien vindt u het wat makkelijker om met haar te praten. Anna houdt van mooie kleren. Dat incident kan uw troefkaart worden. Ongetwijfeld.
heeft u aan mij te danken. Zeker. Ben ik je ook heel dankbaar voor? Heb ik niet veel van gemerkt. Waar ben je heen? We moesten maar eens aan die toekomstplannen gaan werken, dacht ik. Ik stel voor dat ik begin met je te tutoyeren. Mijn best. Zolang er niemand bij is. Oscar, dat geld dat je me gegeven hebt is nauwelijks genoeg om mijn medewerkers te betalen. Niet genoeg. Ik heb je 5000 gulden gegeven. Binnen. Stoor ik? Nee. Zeg maar. Ik wou vragen hoe laat u wilde dineren en of mevrouw thuis eet. Betsy, mijn vrouw gaat nog deze week het huis uit. Tenminste, als Hoogland zijn werk goed doet. Eindelijk. Weet ze dat dan? Nog niet. Ze krijgt het van Hoogland te horen. Ik heb een prachtige flat voor haar. Volledig gemeubileerd. En als het verdomd om te verkassen? Hoogland moet haar aan het verstand brengen dat ze het zich dan alleen nog maar moeilijker maakt. En als u zich bedenkt? Gebeurt niet. Het werd de hoogste tijd, al die telefoontjes. Wat voor telefoontjes? Nou, gewoon telefoontjes. Maar als meneer aanneemt, dan hoort hij niets. Die zijn natuurlijk voor haar bestemd. Salma. Wat vreemd. Er komen nooit van die telefoontjes als jij thuis bent. Dan durven ze zeker niet. Alles oké, kerel? Sjaak, nog 2 dubbele. Kom eraan, meneer. Doe je duur? Ik heb hem getild, man. En ik heb ook nog wat voor jou meegebracht. Ja, misschien. Voor die brief krijg ik toch ook nog betaald, hè? Maak je geen zorgen. Luister. We moeten zo snel mogelijk uit worden. Als het kan vanavond. Niks beter. Zeg dat we gezellig samen gingen stappen. Nee, die meid gaat voor. Vooruit hem maar. Je doet alsof de karwei voor je is. Is er een mooi stuk? Dat wel. Is dat een chocker van jou? Niet alleen van mij. Je bent anders ook nooit zo inkennig. Luister, ik ben met je mee gaan doen omdat ik poen moet hebben. Veel poen. Je weet hoe krap ik zit. Die pretjes kan ik overal aan. Begrepen. Nou, jij kent de positie even goed als ik. Ze moet aan die scheiding meewerken. En dan? Ben ik eens aan de beurt, hoop ik. Jij? Nee, nog niet. Eerst ik, dan jij. Zeg, die vent met die snor die net aan het biljarten was. Zit de hele tijd aan ons te loeren. Oh nee, die ken ik. Je wil een wagentje verkopen. Het spijt me dat er niets voor u bij is. Wat is er? Wat hebt u? Pien, haal jij eens even een kopje thee voor ons. Kan ik iets voor u doen? Oh, sorry. Ik kwam eigenlijk helemaal niet om iets te kopen. Ik voel me zo raar. Zo gespannen. Zou ik u naar huis brengen? Naar huis? Ik zou niet weten wat ik daar nog moest doen. Wat is er iets gebeurd? Ja, wel het een en ander, ja. Ja, u hoeft het natuurlijk niet te vertellen. Maar misschien is het wel goed. Ach, we zijn toch eigenlijk een beetje een soort vriendinnen. We kennen elkaar nou zo lang. Maar meester Hoogland, hij is toch jouw vriend? Ja. Hij heeft met de zaak te maken. Ja. Maar hij heeft een ambtsgeheim. En jij? Ook. Zoiets. Als jij mij iets vertelt, kan je er zeker van zijn dat ik het niet doorvertel. En Erik heeft me alleen gezegd dat je bij hem bent geweest. En dat je morgen weer komt om te vertellen wat je besloten hebt. En of je werkt mee. En dan treedt Erik ook voor jou op. Of je weigert. En dan moet je een eigen advocaat nemen. Ja. En Erik adviseert jou om mee te werken? Ja. Ja, hij denkt dat dat het verstandigste zou zijn. Volgens hem is mijn situatie hopeloos.
Ze hebben brieven aan mij in handen. Nou, wat daar allemaal in staat. Nee, laat maar. Ik hoef geen details. Maar als je ja zegt, leg je je lot in Erik's handen. En dan wil je van mij weten of hij een goede advocaat is. En sterker nog, of hij te vertrouwen is. Nou, om je eerlijk de waarheid te zeggen, erg veel ervaring heeft hij natuurlijk niet. Maar hij is zeer intelligent. En als hij niet te vertrouwen was, dan weet ik niet of ik het wel 8 jaar met hem samen had uitgehouden. Is dat duidelijk? Ja. Ja, weet je, dat huwelijk kan me eigenlijk niks schelen. Dat is nooit wat geweest. Nou, althans niet wat ik me onder een huwelijk voorstel. Maar het kind, mijn kind, nou, daar wil ik voor vechten. Ja, dat begrijp ik. Een kind hoort ook bij zijn moeder, zou ik zeggen. Oh, maar daar zal Erik je zeker bij helpen. Zijn sympathie ligt bij de vrouwen. Heeft hij een beetje een zwak voor, helaas. Vanwege een eigen affaire heeft ze het kind urenlang laten wachten. Met bijna rampzalige gevolgen. Ik denk dat ze nu wel door de knieën zal gaan. Ja. Tenminste, als ik haar kan toezeggen dat Verhulst de jongen niet naar kostschool zal sturen. Daar is ze erg van geschrokken. Je had hem moeten zien, ze lag bijna huilend aan mijn voeten. Heb jij haar eens toegezegd? Nee, natuurlijk niet. Alleen dat ik het punt nog een keer zou bespreken. En als we nou besluiten om dat toch door te zetten? Dan denk ik niet dat we haar medewerking krijgen. Denkt ze een andere advocaat? Nog niet, maar... Nou, ik heb haar verteld dat als ze meewerkt, dat ik voor haar belangen zal optreden. En dat scheen erg goed te vallen. Ja, weet je wat? Zeg haar maar dat er voorlopig geen sprake is van een kostschool. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik zal het Oscar vervolgens wel uitleggen. Fijn. Dat maakt de zaak veel eenvoudiger. Tenminste, dat hoop ik. Dacht ik ook. Met je gezin? Nee, niemand. We zijn ook zo ver van huis. Lieve schat. Een toestand, hè, met die auto. Oh, verschrikkelijk. Stom toeval, het ging allemaal fout. Weet je, ik denk dat het beter is als we ons voorlopig niet samen zien. Nee, we moeten echt dubbel voorzichtig zijn. Ik was bij Hoogland. Verschrikkelijk. Nou, die vent zelf viel eigenlijk nog wel mee. Maar hij had brieven aan mij. Is er ook een van jou mee? Goed dat ik mijn naam er niet onder zet. Hoe komt hij eraan? Ja, dat begreep ik ook niet. Verstopt ze altijd meteen. Vooral die van jou. Ik geneerde me dood. Jij schrijft ook zulke domme dingen. Sorry, maar ik heb me ook niet aan Hoogland gericht. Hij zegt dat het het beste is als ik meewerk. En dan zal hij mijn belangen verdedigen. En als je het niet doet? Ja, dan wordt alles erbij geslikt. En iedereen. Het kan het schandaal van de eeuw worden. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het is beter als ik de eerste paar weken uit je buurt blijf. Ja, ook dat nog. We moeten alle consequenties onder ogen zien. Ik kan me als makelaar geen schandaal veroorloven. Nee, dat weet ik ook wel. Aan de andere kant, als jij een beetje toegeeft, dan ligt het weer wat anders. Komt er geen proces. Oh ja, en dan blijf jij wel in de buurt. Tuurlijk. Ze is laat. Misschien een late klant. Kan gebeuren, ja. Maar jij zou wel even op je prakkie moeten wachten. Wel, nee. Alles staat klaar in de keuken. Zo? Ja, daar ben ik heel goed in geworden. Wil je nog een tweede? Ja, graag. Zeg, hoe staat het met mijn kleinzoon? Heppa, ga nou niet weer zeuren. Zeuren? Jij schijnt niet te begrijpen hoe belangrijk het is voor een oude kerel. Het enige wat me kan verzoenen met het oud worden, een kleine peuter. Maar pa, dat zou inhouden dat Nicole moet stoppen met de zaak. Ik denk niet dat ze zomaar de boutique aan de kant zet. We zitten heel wat jaren in. Je weet wat ik je gezegd heb, hè? Toen met je beëdiging. Ik heb haar gevraagd, maar ze heeft me geweigerd.
Heb je die goed gevraagd? Dan zal ik het nog een keer doen. Heb je trouwens gehoord dat ik de echtscheiding van Verhulst ga regelen? Ja. Wat vind je dan? Niks. Dat is een grote zaak. Veel geld. Zal wel. Nou, je klinkt niet erg enthousiast. Ben ik ook niet. Waarom niet? Ik klets niet graag. Een portier moet loyaal zijn en discreet. Nou, klets dan niet, maar je kan toch wel iets over hem zeggen? Is eerlijk, beleefd, houdt zich aan zijn afspraak. Ja, zo had ik hem ook getaxeerd. Ja. En zij? Weet ik niks van. Er zijn roddels. Daar wil ik niks over horen. Ze schijnt nog als vreemd te gaan. Niet zo klein beetje ook. Niet met mij. Het is wel een stuk, hè, zo te zien. Heb ik geen verstand van. Bah, je kan toch wel iets over haar zeggen? Hallo. Hallo. Dag, ik hoor. Nou, het kind was 12 jaar toen haar moeder stierf. Haar vader was ziekelijk, ging op in zijn zaak. Een beetje bescherming of liefde heeft het arme schaap daarna nooit meer gehad. Dag, jullie hebben het vast over Lucie Verhulst. Ze was vanmiddag bij me. Zo? Heeft ze wat gekocht? Nee. Ze wou weten of jij te vertrouwen mag. Dan hoop ik dat je de waarheid over Erik gezegd hebt. He? Ook al is het nog zo pijnlijk. Ik heb haar gezegd dat ze met een gerust hart haar lot in jouw handen kan leggen. Je laat me niet afgaan, hoor. Ze zal krijgen wat er toekomt. Al zal het helaas niet allemaal even mooi zijn. Ja, toe. Het is een zielig kind. Als je het mij vraagt, heeft er niemand die ze vertrouwen kan. Nou. Ze heeft minnaars genoeg, er zal er heus wel eentje bij zijn. Nee, werkelijk. Ze heeft een rot jeugd gehad. En toen haar moeder stierf... Ik wil hier niets over horen. Maar ik geloof dat Nicole gelijk heeft. Want het kind heeft het altijd moeilijk gehad, jongens. Dat blijft niet eten, pa. Nee. Ik moet biljarten zeggen en dat gaat voor, hoor. Ja, alles gaat klaar. Nee. Niet luisteren, Erik. Jij weet wat je gezegd hebt. Ja, pa. Nee, Oscar. Hoogland heeft gelijk. Natuurlijk wil jij die jongen graag op kostschool zien, maar nu nog niet. Als je dat nu wil doorzetten. Nou, het zal wel lukken hoor, daar ga je niet van. Maar dan zul jij de poppetjes zien dansen, want dat neemt zij niet. En dan krijg je precies wat wij proberen te vermijden, Harry. Maar we hebben alle troeven in handen. Jij vroeg om een bewijs van gebrek aan moederliefde. Ja. Dat hebben we nu, we hebben de brieven. Maar dan moet het ook voor jou niet zo moeilijk meer zijn. Ja. Als jij nou de voogdij hebt, kun je doen en laten wat je wilt. Ben je de absolute baas. Wacht er nou nog even op. Maar dat onbeperkt bezoekrecht van Lucie, is dat niet wat veel? Er staat een clausule bij, onder LOB. Voor zover het niet strijdig is met zijn onderwijs. Is dat genoeg? Kunnen we ons altijd op beroepen, zodra de jongen op kostschool zit. En als zij het niet wil pruimen, moet zij een proces beginnen. Doet ze niet, als we helemaal zover zijn. Proost. Kan ik jou eens wat zeggen? Het is lekker. Dank je. Waar had pa het eigenlijk over? Dat weet je best. Hij wil een peuter. Een peuter? Wat voor peuter? Een kleinzoon. Ja. Makkelijk praten, hij wil een peuter. Zo moeilijk is het ook weer niet. Waarom zeg je niks? Ik vind mezelf te oud voor een kind. Wel nee. Onzin. Je bent heel jong voor je leeftijd, dat zegt iedereen. Heeft dat er nou mee te maken? Het is niet een beslissing die je zomaar in een handomdraai neemt. Het is een risico. Ook voor het kind. Lieverd, een vrouw van bijna 40, zoals ik, is in een heel andere conditie dan een vrouw van 20. En realiseer je wel wat dat voor ons betekent? Moet ik dan het kind iedere dag meenemen naar de zaak? Of ga jij part-time pleiten? Ik heb goed nieuws voor u. Op mijn verzoek heeft de heer Verhulst ervan afgezien uw zoon hangende de hele procedure naar een kostschool te sturen. Oh, gelukkig. Ja. Heeft u ook goed nieuws voor mij?
Dat hangt ervan af wat u onder goed nieuws verstaat. Ik heb besloten om niet aan de gemeenschappelijke procedure mee te werken. U maakt een grapje. Ik denk dat het een heel onverstandig besluit is. Mevrouw Verhulst, ik heb niet alleen van meester De Vos, maar ook van verschillende mensen uit de stad gehoord over het nogal pijnlijke incident met uw zoontje. Als uw advocaat moet ik u waarschuwen dat dit soort gedrag in dit stadium... Het was mijn schuld niet. Het gaat ook helemaal niet om schuld. Ik had pech met de auto. Gewoon startprobleem. Gewoon startprobleem? Midden in de polder, uitgerekend op die plek? U wordt toch niet betaald om te luisteren naar dat domme geklets van mensen die hier niets mee te maken hebben? Mevrouw Verhulst, ik heb van meester De Vos... Mevrouw Verhulst, wat u daar wel of niet deed, kan me niet schelen. Het gaat mij verder ook helemaal niet aan. Ik wil u alleen vertellen, we leven in een erg kleine gemeenschap met een sterke sociale controle. En de Raad van de Kinderbescherming zal het absoluut mee laten tellen in de beslissing. Dus voor mij zit er niets anders op. Ik beloof u, ik zal mijn uiterste best voor u doen en blijven doen. Dank u wel. Er is een overeenkomst opgesteld die u beiden moet tekenen als u zich natuurlijk kunt verenigen met de inhoud. Het is vrij eenvoudig, misschien mag ik u een toelichting geven. Het belangrijkste punt is natuurlijk de voogdij over de jongen. De overeenkomst behelst dat uw man voogd wordt en u toeziend voogdes met een onbeperkt bezoekrecht, zolang het niet in strijd is met zijn onderwijs. Wat betreft de boedelscheiding, uw man biedt u een volledig gemeubileerde flat aan in de stad. Daar kunt u onmiddellijk intrekken. Heeft u daar moeilijkheden mee? Eerder hoe liever. Goed. Ik heb vernomen dat u een eigen inkomen heeft uit de erfenis van uw vader. Die beheerd wordt door notaris Van der Velde en uw man. Daar heeft u ook geen moeilijkheden mee? Nee, het was de wil van mijn vader. Mooi. Misschien wilt u de overeenkomst dan nog eens rustig bestuderen. Dan zouden we eventueel nee, volgende week... Nee, ik heb besloten om te doen wat u zegt. Als u vindt dat ik moet tekenen, doe ik dat. Kom maar. Als dat is wat u wilt? Ja. Alsjeblieft. Is even een pen voor me. Ik moet hier tekenen? Ja, onderaan. En onderaan iedere pagina uw paraafgraaf. Mooi, dat is dan gebeurd. Binnenkort ontvangt u een oproep voor een comparitie voor de rechter. Dat is een pure formaliteit, nu u het met elkaar eens bent. Ik kom u dan wel ophalen. Graag. Ik heb mijn zelfbeheersing verloren. Ja, ik heb het gehoord. Ik begrijp niet waarom. Dank u, meneer Spoelma. Meneer de politierechter, ik heb geen vragen meer voor deze getuige. U soms, meneer de raadsman? Ja, graag. Uw gang. Meneer Spoelma. Het op heterdaad betrappen van verdachten beschouwt u natuurlijk als een succes in uw werk. Ja, daar ben ik tenslotte voor aangenomen. Ja. Vertelt u eens, hoe werkt dat precies? Verwacht uw directie wekelijks van die successen? Wekelijks, zegt u maar dagelijks. Zo, bestaat er een richtlijn voor? Ik zal duidelijker zijn. Heeft u een opdracht gekregen? Moet u bijvoorbeeld zo'n 2 successen per dag aanbrengen? Ik bedoel, moet u zo'n 2 winkeldieven per dag betrappen? Of meer soms? 2, verdubbelt u dat maar. Zo, dat is dus zo'n 20 per week. En dat haalt u? Meestal wel. Nou. Daar neem ik mijn petje voor af. Ja, het is hard werken. Ja. En als u het niet haalt, dan verliest u uw baan. Op den duur zeker. Ja. Het is dus voor u eigenlijk een soort jacht. Een jacht op processen verbaal. Natuurlijk. Meneer de politierechter, ik protesteer. Dat heeft iets met deze zaak te maken. Verdachte is voor de zoveelste keer op heterdaad betrapt en heeft bekend. Het heeft alles met deze zaak te maken. Gaat u door, meneer de raadsman. Dank u. Meneer Spoelma, u heeft verdachte dus al eerder betrapt. Ja. Het was dus een koud kunstje voor u om haar in het oog te houden. Als u dat zo noemen wilt. Wat doet dat er nou toe? Was het dan niet stom van haar om als ze werkelijk stelen wou, uitgerekend daar te gaan stelen waar ze al eerder gepakt was? We zijn niet allemaal even slim. Dat vindt u. Dank u. Ik weet genoeg, meneer Spoelma.
Werkelijk, meneer de politierechter. Het is niet meneer Spoelma die hier terecht staat. Niet meneer Spoelma, nee, maar wel het systeem. En ik zal dat straks graag toelichten, meneer politierechter. Dan mogen we nu het verhoor van getuigen als afgelopen beschouwen. Ja, dank u. Gaat u maar weer zitten, meneer Spoelma. Goed, dan heeft u het woord, meneer de officier. Dank u, meneer de politierechter. Wel, ik kan het kort houden. Ik ben van mening dat we streng moeten optreden om paal en perk aan deze misstand te stellen. Dit geldt te meer voor een verdachte die in de laatste 2 jaar vele malen voor hetzelfde misdrijf veroordeeld is en er telkens nog met een kleine boete afgekomen is. De feiten staan vast, verdachte heeft bekend. En bovendien heeft verdachte niets ter verdediging aangevoerd. Vreemd, vindt u niet? Niettemin zal ik mijn eis beperken. Ik heb de eer te requireren tot oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 3 jaar. 2 maanden? Ja, voorwaardelijk. 2 maanden. Mevrouw Donker, ik heb u al eens gevraagd of u zelf iets wil zeggen. Ik vraag u dat nog eens. Wilt u iets zeggen? Meneer de raadsman. Ja, meneer de politierechter, ik denk dat u straks wel zult begrijpen waarom ze zich niet kan uiten. Gaat u gaan. Formeel staat het Openbaar Ministerie natuurlijk in het gelijk. Verdachte is weer op heterdaad betrapt. Ze heeft u bekend. Zelfs heeft zij volmondig toegegeven de opzet gehad te hebben zich de kledingstukken wederrechtelijk toe te eigenen. Volmondig is hier alleen de verkeerde beschrijving. Fluisterend, nauwelijks hoorbaar, heeft ze het beaamd. Dit zal u niet zijn ontgaan. En mij deed het meteen vermoeden dat deze trieste vrouw niet bewust de weg van de misdaad heeft ingeslagen, maar dat er met haar heel iets anders aan de hand is. Keer op keer heb ik toen het proces verbaal herlezen, meneer de politierechter, en opeens viel mij iets op. Iets vreemds. Ik heb hier voor me de lijst van kledingstukken die bij verdachte thuis gevonden zijn. Bloesjes, truitjes, rokjes. Alles maat 36, meneer de politierechter. Maar mevrouw zelf draagt maat 40. Ik heb me toen in de achtergronden verdiept. En na verschillende gesprekken met mevrouw ben ik erachter gekomen dat het enige kind van haar, een dochter, 2 jaar geleden zelfmoord gepleegd heeft. Deze dochter droeg maat 36. En hiermede, meneer de politierechter, is een verklaring gevonden voor het vreemde gedrag van deze vrouw. Het was geen diefstal. Het was een symbolische daad, een noodkreet. Het was voor haar de enige manier nog om in contact te komen met haar overleden dochter. Misschien ook een manier om aandacht te vragen voor haar wanhoop, voor haar ellende. In ieder geval deed zij, denk ik, wat ze gedaan heeft niet of nauwelijks bewust. Deze vrouw mag hier niet terecht staan. Deze vrouw is ziek. Zij heeft hulp nodig. Een psychiater misschien, of beter nog, een vriendelijk maatschappelijk werkster die iedere dag een uurtje voor haar over heeft. Maar dat kunnen we hier nu niet regelen. Ik vraag dan ook met innerlijke overtuiging ontslag van rechtsvervolging, subsidiair bewezen verklaring van het haar ten laste gelegde, zonder oplegging van straf. Ik dank u. Ik dank u, meneer Hoogland. Flink zijn, Gieltje. Je bent een grote jongen. Niet weg, mami. Niet zeuren, mami. Komt je morgen weer opzoeken. Laat hem toch los, Betsy. Doe mee. Hé, hey, luister eens. Ik neem je even mee, hè? Maar dan moet ik je straks weer terugbrengen. Zou je dan flink zijn? U maakt het alleen maar moeilijker voor hem. Dat zou meneer nooit goed vinden. Zolang meneer er niet is, ben ik hier de baas. Dat wist ik niet. Ja, dat weet je ook niet. En de weduwe werd prompt daarop door de politierechter vrijgesproken. Weer een opmerkelijk succes voor verdediger meester Hoogland. Zo. Gratis publiciteit. Hm?
Waar zullen we het bootje neerzetten? Daar? Ja. Ja, dat is leuk. Hé, schat. Jij moet terug naar huis. Mag ik niet hier blijven? Maar jij woont straks mijn huis. Ja, jawel, maar morgen kom je terug, hè? Want we zijn nog lang niet klaar. Hé, niet sip gaan kijken, hè? Je belooft dat je niet zou zeuren. Kom. Mag ik echt niet blijven slapen? Nee, deze keer niet. Wie slaapt er dan bij je? Niemand, schooien. Waarom mag ik dan niet blijven slapen? Het bed is groot genoeg. Lievertje, daar gaat het niet om. Papa vindt het niet goed. Dat mag best. Ben ik niet zo zeker van. Kom, we gaan. Meneer is woedend. Mama! Rieltje! Mama! Mama! Rieltje! Mama, Riel! Mama. Meneer Verhulst, mevrouw Verhulst, blijft u bij uw beslissing over de scheiding? Jazeker, heel erg waar. Mevrouw Verhulst? Ja. Heeft u de consequenties goed met elkaar doorgesproken? Jazeker, heel lachbaar. Bent u al uit elkaar? Mijn vrouw heeft haar intrek genomen in de flat die ik haar ter beschikking heb gesteld. Daar bent u mee akkoord? Ja. En het zoontje is bij de vader gebleven? Jazeker, heel lachbaar. En gaat het goed met het kind? Uitstekend verzorgd. Goed. Het gaat helemaal niet goed. Het kind is totaal overstuur. Mevrouw Verhulst, alsjeblieft. Gaat u rustig zitten. Meneer Hoogland. Het gaat alweer. Daarvoor zijn we vandaag hier. Om ons zo nodig nog te beraden. Voor een echtscheiding met onderling goedvinden moet u het echt helemaal eens zijn. Mevrouw Van Roon, zoals u weet, is de vertegenwoordigster van de Raad voor de Kinderbescherming. Mevrouw Van Roon, kunt u op korte termijn een onderzoek instellen om de rechtbank te adviseren? Misschien binnen 3 weken. Dat kan wel, ja. Dat is ook in uw belang, mevrouw Verhulst. En ik bepaal dat de comparitie na kennisname van het advies zal worden voortgezet. Heel attent van u om eens in mijn sportschool te komen. Nou, als ik het van tevoren geweten had, was ik nog liever een blokje omgelopen. Dat zou erg onverstandig zijn. U heeft mij nodig. De conditie van uw spieren is abominabel. Daar behoort u meer tijd aan te besteden. Maar ja, uw tijd is goud waard. Dat heb ik aan de lijf ondervonden. Uw rekening was niet mis, laten we wel wezen. Maar toch leuk dat u zich aan mij toevertrouwt. Eén keer, maar nooit meer. Meester, als het niet te veel gevraagd is, zou ik u willen voorstellen om eens even naar buiten te kijken. Eén blik is voldoende om er u ervan te overtuigen dat daar een exclusieve automobiel staat die ik u als wederdienst voor een uiterst concurrerende, ik mag wel zeggen marktschokkende prijs aanbied. Niet slecht. Oh, meester, niet slecht. U doet onrecht aan dat nobele koetswerk. Het is iets extraordinairs. Oh, extraordinairs, ja. Dat zal Nicole ongetwijfeld met u eens zijn. U heeft begrip voor klasse. En u kent het verschil met van die lopende bandproducten. Hm? Ja, die was de vorige eigenaar, een zekere Alfons van den Berg uit Antwerpen. Grapje, hè, meester? De papieren zijn in orde. 100%, zoals altijd. Ja, maar ik betwijfel of zo'n nobel koetswerk thuis erg op prijs gesteld zal worden. Ja, men moet natuurlijk even wennen aan de status die een dergelijke sportwagen de gelukkige bezitter meegeeft. Hm? Dat vraagt een nieuwe kijk op het leven. Dat ben ik met u eens, ja, maar ik ben er nog echt niet aan toe, hoor. U mag er een nachtje over slapen, morgen praten we verder. Het spijt me, bolle man, maar het heeft geen zin. Men weet nooit welke inspiraties de nacht met zich meebrengt, hè? En zeker naar zo'n eerste klas massage. Ja, als ik de nacht nog haal, ja. Mevrouw Van Roon? Van de Raad voor de Kinderbescherming. Och, komt u binnen. Dank u.
Eigenlijk is er in deze zaak niet veel voor mij te doen. Maar ja, wij moeten nu eenmaal kinderen beschermen. Dus wij moeten er ons van overtuigen dat de voorgestelde oplossing in het belang van het kind is. U bent al jarenlang huishoudster hier. Mm-hmm. Uw inzicht is voor ons van groot belang. U hebt uiteraard geholpen bij de opvoeding van de jongen. Ja, vanaf de geboorte. Oh, het is een schat van een jongen. Hij is altijd gehoorzaam en hij doet zo goed zijn best op school. En meneer Verhulst, hoe is die als vader? Meneer Oscar, gek op de jongen. Het is een vader uit duizenden, mevrouw. Hij is altijd zacht en vriendelijk. Nou ja, hij kan ook streng zijn, hoor, als het nodig is. Maar zelf echt een oppassende man. Hij is geweldig voor zijn werk en hij drinkt nooit iets. Bijna nooit. Trouwens, dat weet de hele stad. Hij wil absoluut het beste voor het kind. En mevrouw? Daar praat ik liever niet over. Waarom niet? Ik heb een hekel aan kwaadspreken. Vertellen wat u uit eigen ervaring weet is geen kwaadspreken. Dat is in het belang van het kind. U moet zeggen wat u vindt, dat behoor ik te weten. Nou ja, ze is lief voor die jongen, hoor. Daar wil ik niks van zeggen. Tenminste, als ze thuis is. Als ze thuis is. Maar verder, ik denk dat het een soort speelpop voor haar is. Ze is zelf nog zo onvolwassen en zo onverantwoordelijk. Erg onverantwoordelijk. Ja? Ja, u moet gewoon open en eerlijk praten. Wij moeten alles weten. Wij mogen geen fouten maken, dat begrijpt u toch? Mm-hmm. Mevrouw, het is gewoon verschrikkelijk. Altijd afspraakjes en telefoontjes, de hele dag door. Nou ja, ik bemoei me daar natuurlijk niet mee. Dat is iets tussen haar en meneer Verhulst. Maar als die jongen door verwaarloosd wordt... Ik zal u eens een voorbeeld geven. Een tijdje geleden zou ze hem om 4 uur 's middags afhalen van school. Nou, wat er toen allemaal gebeurd is. Wat moet je nou tegen zo'n vrouw zeggen? Mevrouw Verhulst, ik denk dat het goed is dat u het eens bent geworden met uw man. U zult de toeziende voogdij wel krijgen. Wat houdt dat in? Niet zo heel veel. De voogd kan alles, de toeziend voogd weinig. Maar als de voogd afwezig is... Maar ik dacht dat de toeziend voogd in alles gekend moest worden. Nee, zo ligt dat niet. Maar kan ik dan niet alsnog de voogdij krijgen? U? Moeilijk. U hebt zelf al een overeenkomst getekend. En ik heb, wat zal ik zeggen, informatie over u. Die moet ik in mijn rapporten opnemen. Informatie? Wat dan? Van wie? Nee, niets. Ik heb al te veel gezegd. Wat kan ik nog doen? Niets, mevrouw Verhulst. Bij ons niets. Bij ons gaat het om het kind. Wat goed is voor het kind, voor zijn toekomst, voor zijn welbevinden. Hoi. Ik zal even iets te drinken voor je halen. Huh? Graag. Prima. De echtscheiding is uitgesproken. Heeft toch nog een tijd geduurd. Wisten dat het zou gebeuren, maar toch. Oh. En het jongetje? Zoals afgesproken, blijft bij Oscar Verhulst. Ach nee, dat vind ik echt zielig voor Lucy. Ach, schei toch uit. Kon toch niet anders? Een kind van die leeftijd hoort bij zijn moeder. Ja. Maar niet als die moeder een overspelige of losbandige echtgenote is. Nou. Dat is een vriendin van mij, hoor. Wel, nee. Een klant van jou. Maar jij kent haar helemaal niet. Jij soms wel. Hmm. In de zaak leer ik de klanten aardig kennen. Ja, ja. Als ze in hun panties rondlopen. Of liever nog zonder panties, hè? La. Leuk, hoor. In plaats dat je mij nou feliciteert dat ik mijn eerste echtscheiding, mijn eerste grote society-echtscheidingen doorgehaald heb, tot de vredeheid van beide partijen. Alhoewel, comparitie was een beetje moeilijk. En weet je waarom jou dat gelukt is? Nou, als ik dat niet weet, wie zou het dan moeten weten? Hm? Omdat ik haar gezegd heb dat jij te vertrouwen bent. Verdomme! Wat vreemd toch, dat we het altijd oneens zijn
Over die... Die wat. Pas op, hoor. Over die cliënt van jou. Juist. Zo is het beter. Je thuis uit school? Nee. Wie haalt hem dan? Niemand. Hij wordt gebracht door meneer zelf. Oh, dan is hij er dus zo. Nee, hij is weg. Weg? Naar kostschool. Maar verder weet ik er ook niks van. Dat moet u maar aan meneer vragen.